Goedemorgen. Ik ben Jeno, dat is Jolien, dat is Kermit de Kikker die hier naast ons verpletterd tegen de muur. Ja, we hebben dus een paar dagen geleden, 2 dagen geleden, onze muur groen geschilderd en ook nog wit. We zijn nu in Geotea, dat is onze koffie- en theehuisje, waar momenteel nog geen koffie en thee wordt geserveerd, alleen maar potten verf en werkgereedschap en dergelijke. We zijn hier dus nog druk aan het werk en je ziet het, hier hebben we nu een groene muur. En de rest zijn mooi witte geverfde muren. Ja. Sinds eergisteren? Ja, sinds eergisteren. We zijn een hele dag aan bezig geweest. Dat is echt een heel zwaar klusje. Om onze muren en onze plafonds goed te doen. En onze plafonds ook gedaan. Ja. En die muren daarachter ook nog. Dus, we hebben echt al werk genoeg gehad. Ja, maar het is nog altijd niet klaar. Nee, we hebben nog heel veel dingen nog. Eigenlijk moet ook als eerlijk zijn. We hadden eigenlijk al gedacht dat we al veel eerder gingen klaar zijn. Maar dat is helaas niet gelukt. Maar we nemen wel natuurlijk wel positief op. Want tenslotte kunnen we toch nog eventjes nog naar Landaal. Want wij gaan straks op vakantie. Ja, en nu verklap je ook meteen waar we naartoe gaan. We gaan dus naar een Landaalpark. Mooi Zoetendaal. Mooi Zoetendaal heet het. Dat is een Belgisch park in Limburg. En daar gaan we nu naartoe. Dat is voor ons denk ik een uurtje rijden. Ja, een dik uurtje, ja. Op een uurtje zijn we gewoon in vakantiestemming. Ja, dat is toch eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, inderdaad. Kijk maar naar uit. En we krijgen morgen ook bezoek. Ja, van... Ik ga het eigenlijk niet verraden van wie, maar ik kan jullie wel als hint geven. Het is een jong meisje. Is het een jong meisje? Het is toch al... Ze is jong, zeg. Een puber. Ja, maar nee, het is een jong meisje. Ja, maar jij bent ook een jong meisje. Ja, het hangt er maar vanaf wat je jong bent natuurlijk. Ik ben Jolien is tegenwoordig ook in de vlechtjesstaart periode zo echt, heeft weer een vlechtje gemaakt. Ik heb vanmorgen nog een fotoshoot gedaan met ook nog de zeemermin staart en dat is dus, kijk, ik heb net wel al de make-up er al eraf gehaald. Maar kijk, dus zo een ingevlochten vlecht, ik vind dat al heel erg leuk, dus laat hem ook maar zo. Wat heb je gedaan? Een fotoshoot met een zeemerminnenstaart. Zoals jullie weten, heb ik dus een tijdje een zeemerminnenstaart gesteld op zeemerminnenfeest.nl. En daar heb ik dus vandaag een fotoshoot gedaan met die zeemerminnenstaart. Met heel veel water en zo, maar zo sproeierswater. Wow. En maar dat heb ik nu jammer genoeg, want ik heb niet op beeld, want de fotograaf wou liever niet dat ik filmde. Dus de foto's zijn dan daar. Dus op onze Instagram en op onze Facebook posten, kan je ze ook zien. Even surfen naar www.instagram.com/Jolien. / Jeno. En dan ga je het wel doen. Succes. Ja. Allee, gaan we vertrekken? Zijn de koffers ingepakt? Ja. Heb je alles mee? Ja. Heel zeker? Heel zeker. Gel mee? Alles voor mee. Mijn haar? Gel mee voor jouw haar. Check. Shampoo voor jouw alles haar? Alles mee. Ja. Computer mee? Ja. Jeno mee? Ja. Check. Oké, kunnen we vertrekken? Ik ben ook niet mee. Ik zit nog hier. Je bent al onderweg. Ja, we zijn weg. En we zijn aangekomen bij ons nieuwe huisje voor de komende midweek. We zijn hier bij Mooi Zoetendaal en we hebben hier deze hele leuke villa is het eigenlijk. Voor 8 personen zelfs eigenlijk, dus we hebben een heel erg groot huisje hier aan. Wil jij even mij filmen terwijl ik de rondleiding doe? Ja. Hello everybody, I'm Jeno Hallard and this is my crib. Ja. Ik kreeg bij de vorige video's vaak de vraag in welk huisje we sliepen. Konden we nooit op antwoorden omdat we het al te vergeten waren. Maar nu deze keer 522. Yep. Ik zeg het maar. Kom binnen. Wow. Het is trouwens ook onze eerste keer dat we hier zijn. We hebben hier meteen een hoge trap die waarschijnlijk naar meer kamers gaat leiden. Maar we zullen eerst door de gang lopen. Er zijn een paar deuren. Een washokje, zeg maar, om de borstels in om te buigen. Een bezemkastje. Hier een toilet. Dat is altijd wel handig, hè? Dat is altijd heel erg handig. Als we doorlopen, dan komen we in de woonkamer en keuken met eettafel. Wauw, een hele ruime keuken. En zo modern. Twee grote ovens. Een bakplaat, een spoelbak en nog een keukeneiland. En bloemetjes. Wauw, kijk eens hier, schatje. Een heel pakketje. Oh, wauw. Met allemaal puur Limburgse specialiteiten. Zoals loonse stroop en zo. En ze hebben ook aan ons gedacht: een flesje wijn. Mm-hmm, lekker, dat lekker. Dat zal ons smaken. Dat gaan we fris zetten. Ja. Zeg, dat heb je wel als voordeel hier. Nu moeten we wel eigenlijk niet meer eigenlijk op niet meer onze wagen rijden. Hè? Zo. Die staat nog eens. Dan hebben we hier de knusse en gezellige zithoek met een grote televisie.
Ik zeg dat meestal wel van, wow, wat een grote televisie. Maar eigenlijk kijken wij bijna nooit televisie als we in een vakantiepark zijn. Vooral ook omdat er zoveel te doen is hier. En dan gaan we nu naar boven. Een mooie witte trap. En speciaal voor jou hebben ze hier een kinderdeurtje gezet. Ja, zodat ik niet kan ontsnappen s'nachts. Ja. Als ik te veel wijn op heb. Ja. Welke deur gaan we nemen? Deze. Die deur. Zitten we meteen in de eerste slaapkamer. Woehoe. Leuk hè? Kei mooi zo'n bed met zo die kussentjes daarachter. Ah ja, die kussentjes. Dat moeten we straks nog eens bekijken. Hier hebben we de badkamer. Een hele mooie badkamer. Heel ruim. Met een bad en zo heel veel licht trouwens. Kijk, ik ga ook gewoon buiten kijken als je in de badkamer zit. Ja, het valt mij op dat hier heel ruim is. Ja. En alles is hier ook wit hè? Hier hebben we nog een slaapkamer, maar die gaan we natuurlijk niet gebruiken. Dus dat zijn die kussentjes. Ja. Ja, dat is wel tof. Hm? Hier hebben we nog een slaapkamer. Ja. En hier hebben we een zithoek. Opnieuw, leuk. Met televisie. Ja. Wat handig. Tof. Super. En van weer al opnieuw zo'n mooi uitzicht. Je kan kiezen, je kan hier in het groen uitzicht zitten. Ofwel buiten of aan de andere kant met dan zo de andere huisjes. Waar nog een kamer beneden vergeten we niet meer van. Oh, wacht, er is nog een deur, nog een kamer. Nog een slaapkamer. Juhu. En hier is zo'n, een heime wand. Dat je brengt in nog een badkamer. Tada. Met wow, echt een leuke douche. Kijk eens. Ja. Met zo'n, hoe heet het? Een regen... ja, een regendouche. Een regendouche. Ja. En werkt het goed? Best, hè? Ja, ja. Het werkt. Ja, ja. Er komt veel water uit, dus okay. Perfect. Gelukkig. Dan hebben we denk ik nu wel alle deuren wel gehad, hè? Ga maar. Zijn er hier nog geheime deuren die we nog niet hadden gezien? Hier, we zien hier achter. Dat is een kast. Zo, erin kennen? Past zeg, erin? Nee, dat is oké. Je past er wel in, maar dat is goed. Ja. Ja, dat is wel heel gevaarlijk, hè? Je deurtje niet dicht. Allee. En we zitten op de fiets. Ja. We hebben een fiets gehuurd. Ja, we zijn hier heel erg mooi in de natuur, dus we dachten gaan met de fiets. Hè, dan kunnen we de volgende dagen op kantoor eens een fietstochtje doen. Het is ook echt prettig ook om je zo toch te verzetten in het park van de ene kant naar de andere kant met de fiets. Veel gemakkelijker. Super handig. En onze eerste stop hier is het zwembad. Ze hebben hier zelfs een buitenzwembad. Tof, hè? Heel leuk. Ja, Bolle de Beer staat ja, ook in zwemkledij. Ik zie hier Bolle de Beer in zwemkledij. Heel leuk. Ik zie nog een bollo. Nog een bollo? Daar loopt hij. Oh, kijk. Kei leuk. Mag ik op de foto? Ik op de foto. Geef Bollo maar eens een... Mag ik ook op de foto met u? Geef hem eens een high five. Heerlijk, die vind zo stilletjes hier. Ja, echt zalig. Zo met het zwembad eigenlijk op de achtergrond. Maar wij zitten hier in deze zetel, waarom? Waarom? Want we hier met twee naast elkaar kunnen zitten en over ons hadden we twee aparte stoeltjes. Ja, eigenlijk dus, is dat wel heel romantisch, hè. Met een lekker glaasje erbij. Ja. Zo. Alsjeblieft. Dankjewel. Blinken we op onze vakantie. Op onze vakantie. Dat een leuke vakantie nog worden. Look, 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 look. Van wie heb ik dat grapje, denk je? Niet van mij hoor, ik maak niet zo flauwe grapjes. Ah. En we hebben ook nog olijfjes en brood met loekboter erbij. Genieten! Genieten, met een grote G. Het was echt een super lekkere gin, Mari. Ja. Je hoeft er ook eentje gedronken. Intussen tijd wel, ja. Oh, dat betekent dat jij er twee hebt gedronken. Ja, je hebt er ook... Je had er wit wijn en een gin, Mari. Ja. Dat is wel heel lekker. Interessant, en nu weet je wat we gedronken hebben. Ja, je weet wat we hebben gedronken. En dat is heel lekker, dat is ook wel heel belangrijk. Nu gaan we terugfietsen. Ja. Dan heb ik ook een sleuteltje. Dat is niet onze sleutel, dat is onze huissleutel. En dan zeg ik terugfietsen, dat is onze huissleutel. Amai, zeg je mij en die Mari is hard ingeslaan. Ja, no. Ik heb onze fietssleutel. Kijk. Nee, ik heb dezelfde sleutel. Maar is dat onze fietssleutel? Ik weet het niet. Oké, okay, ik heb mijn fietssleutel, maar Joanne heb ik niet. Dit is mijn fietssleutel. Ja. Ik heb hem ook. Ik had hem eigenlijk stiekem in mijn handtas gestopt. Ik dacht, als je hem dan toch achteraf niet meer vindt, heb ik hem nog bij.
Het is wel goed gedaan met mij, hè? We gaan. Ik ga hier aan fietsen. En het is alweer tijd voor onze avondeten. We hadden van thuis uit een hele lekkere... Wat is het eigenlijk? Jij hebt een patatjes met kip, denk ik. Mm-hmm. En ik heb een puree met spinazie mee. En ik wist eigenlijk niet dat er hier ook een restaurant was. Dus voor de komende dagen weten we dat nu wel een hele keer. Inderdaad. De Grand Café is hier ook, dus ik wil daar ook wel nog iets eten. Maar dachten we, ja, we weten niet wat er iets in de buurt is. Of weet je ook niet dat er een supermarkt is of zo. Dus dachten we, gaan gewoon thuis iets meenemen. Eigenlijk had mijn mama trouwens meegegeven. En ik heb een puree... Ja, jij bent populair. En gsm niet lief. En mijn mobiel telefoon lief. Ik heb een spinazie met vegetarisch vlees. En Jeno heeft patatjes met dat kip. Dat heb je net al gezegd. Ja, maar nu kon ik het ook even tonen. Ik denk dat het ook tijd dat we onze vlog af te sluiten. Als het leuk vindt, dan een dikke duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren en te reageren. Ciao, tot morgen voor een nieuwe vlog van het Landaal. Ring de bel. Het belletje naast het abonneren. Om zo geen enkele vlog te missen. Zeker doen, hè. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.